schoen. De schoen kan zeer, hè, meneer. Ja, ja. Ja, die schoen mag. Die stopen dat niet te laat deurt, manneke, want... Moet er nog gaan veren vannacht? Belangrijk, moet er morgen vroeg uit, dat is het hem juist. Of er nog tijd televisieconcert te zingen. Nevios concert. Nee, ik moet daar een klant van mij. Een klant van mij gaan bezoeken morgen. In wat toden? In klarinetten? We lagen niet in assurances. Oh, in wat voor assurances? Assurances. Assurances. We lagen niet. Assurances. Assurances. Voilà, dat is het, dat is het. Dat is voor geld te trekken. Als je doet ze, hè. Dat wordt ook veel plezier om niet bij dat. Nee, dat verstaat het niet. Zie, als je naar bij mij een assurance neemt, hè, verdien de geld terwijl dat je slaapt. Voor niet meer wat op bed te komen dan. Ja, maar man, gerust. Hey, lach er niet mee, jongen. Lach er niet mee. Denk toch eens goed na, gestanneke. Vandaag schijnt de zon en morgen hangen er onweerswolken. Ze komen dichter. Immer dichter. Immer dichter. Wij zijn wel hier gewoon, jongen. Ja, jongen, en dat komt er. Als je lijkt als je geen assurance of die verzekerd is, tot er niks anders als miserie voor de deur, vrouwen naar vrouwen, jongen. Zwaar of minder dan? Nou, ik zwaar. Zit ik al verzekerd tegen accidenten? Is dat nodig? Maar manneke, toch. Daar gaan we nog boven komen met zo'n verkeer? De doet loopt op iedere hoek van de straat, jongen. Denk toch eens na. Allee, kom. Eze, kom. Veranderstel. Je zit aan het draaien mee op een auto. Nou, zitten we slaap. Ik heb geen auto. Ik heb een verlauw. Dat is gezonder, hè? Een auto. Je hebt geen auto. Aan een ding. Aan een onkel in een auto. Onkel Fille? Ja. 50 auto's. 50. Je doet die nog kussens. 50 auto's. En jij nou een Chevrolet Stone? En een beetje boezeken. Ja. Ja, maar dus, hij heeft een auto. 50 auto's, zeg ik. Doe die nog kussens? Dat is geen dag voor. Hij heeft een auto, meer niet, hè? Was dat nou vreed? Dus veronderstel, je zei dan draaien, mee op een onkel. Dan pakken we die Chevrolet. Is dat nou niet hier dat we pakken, die Chevrolet? Of dat we moesten boezeken? Is dat ik, nou zit, niet ik zit liever in een Chevrolet. In een Chevrolet in de pluts, in een Michel Boucher zitten. Oké. Dus we zijn aan het raam met een onkel. We pakken die Chevrolet. Dus er zitten nog mensen in de auto. Laten we zeggen, twee vrouwen. En je zit aan het raam. Maar pas op, hè. Na gebeuren, maar dat zijn die twee vrouwen. Ja. Zijn dat kennissen? Van mijn en onkel. Anders zouden we ze niet meenemen. Dus je zit aan het draaien en in nieuws, want dat zijn de verrassingen. Komt er wat een zaak? Met wie je vrouwen tegelijk rolt hier dan aan je hoort? Dat is 70 jaar geworden. Wat rolt hier dan aan je hoort? Je naam is vleden vroeger. Als een vrouw dat te weten komt, zal er toch eens ook een accident gebeuren. Er zit toch niks in? En dan zie je zeker dat er twee vrouwen in zo. Want er zit toch niks tussen? Maar weet je raar? Dat ik met een onkel ken, die is al er dikwijls tussen. Als de vleden voor wat je mag me zenuwachtig. Kun je nog niet ondoen, hè, jongen? Als je een oude vleden vloer te rijden. Kom, we gaan het simpel maken. Die twee vrouwen zijn uitgestapt. Waar hebben we rijden? Ja! Die onderleven wordt. Dus je zit aan het draaien en in Niels loopt een kind de straat over. En dat kind loopt recht naar haar. Wat, hè? Voor waar normaal, hè? Is dat nou niet heel erg dat kind loopt? Ga, ook geen klaren in mijn schone schoenen vergazen, jongen. Maar maken dat ze kind van hier van die vrouwen? Dan hebben we een onkel dat gelaten. De naam Pallepoeten. Doe me toch alleen, kom. Ze wou het voor gebeuren. Dus je zit aan het draaien, die snoep ik in de straat over. Dat kind loopt richting op een onkel. Wat doet hem? Hij doorde ze stuurt pataat op een andere al te bloed. Gekaard bloed. Je is je verlet door de knoppen. Hadden we nou dat Michel Boucher mogen pakken. Zeg, en voor zo'n ding is moet er verzekerd zijn, hè? Je gaat hij op mijn kop gevallen. Voilà. Nou, dat accident gebeurd is. Want ik trek tel van uit. Maar wie? Naar mijn tante. Voor wat? Die zit er mee rijden en die weet niks van dat accident.